Er komt ook een drukke periode aan voor Estefane Polman. Eind deze maand geen verkiezingen voor haar, maar wel het WK handbal in Scandinavië. Handbal is een van de belangrijkste dingen in haar leven, maar de familie gaat daar nog boven. Die staan bovenaan en die staan weer altijd voor haar klaar om te zorgen dat zij er ding kan doen. We zijn net geland toevallig in Amsterdam. We vliegen door naar Noorwegen, misschien hoor je het wel. En dan dinsdag gaan we ons melden weer met de Nederlandse ploeg. Ik kan niet wachten. Met het WK voor de deur is Estefana blij dat ze weer bij het Nederlands team zit. Bij de laatste Olympische Spelen zit ze thuis op de bank omdat ze moet herstellen van een knieoperatie. Maar nu is ze in topvorm. Het is elke dag wel weer afvragen, oké, hoe lang duurt nu het herstel? Je wordt ook een jaartje ouder in de topsport. Maar nee, het gaat eigenlijk goed. Het is wel steeds een balans vinden tussen rust en flink trainen. Maar ik denk dat we dat goed doen. Het topsportleven is natuurlijk druk, maar met hulp van familie loopt alles op rolletjes. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, Raf is er ook. Raf die gaat af en toe heen en weer naar Nederland omdat hij bij de NOS of Ziggo moet werken. Maar zo, dat regelen we allemaal als een goede planning. Ja, er moeten gewoon soms wat agendas naast elkaar gelegd worden. En wat oma en opa's overgevlogen worden af en toe om bij te springen om te helpen. Maar nee hoor, dat gaat helemaal prima. Stiefzoon Damien is inmiddels niet meer thuis. Hij woont nu bij zijn opa en oma in Noord-Holland, want hij heeft een contract bij Ajax. Ja, super trots. Natuurlijk zijn droom en hij heeft er keihard voor gewerkt. En ja, dat het uit mag komen en dat hij voor Ajax mag spelen, ja, is natuurlijk fantastisch. En hij doet het ook nog eens goed op school, want daar ben ik dan weer streng in ook. Dus hij doet hartstikke goed en hij heeft hartstikke naar zijn zin. En het is fijn in Nederland. Er kan iedereen veel kijken. Zijn moeder, zijn opa, oma, zijn vader. Nou, wij als we er zijn. Dus is hartstikke leuk. Ja, Estefane. Ondertussen, geen AI, je bent het echt, is de plek van Rob ingenomen door Jack Ploy. Zal ik even zingen? Ja, met jou gaan we het zo uitgebreid hebben over de Grand Prix van Las Vegas. Met opnieuw een glansrol voor Max Verstappen. We gaan eerst nog even terug naar Estefane Polman. Ja, verhuisd naar Boekarest inmiddels. Hè. De hele wereld gaat ze wel over. Als het niet met oudere mannen is voor een tv-programma. Ja. Dat is wel de carrière die ze er door heel Europa jaagt. Ja, ze heeft het er al wel erg naar de zin. Ze zit daar met haar dochtertje van Jesslyn inmiddels van 6 alweer. En die gaat naar een internationale school. Dus dat gaat vrij gemakkelijk. Ga je dan van het ene land naar het andere. En ja, dan krijg je les in het Engels. En waar ze hierna ook weer terechtkomt, dat neem je dan gewoon weer allemaal mee. Ja. En ja, het gaat eigenlijk wel goed. Rafael die is daar zoveel mogelijk. Die is ook wel veel in Amsterdam, moet ik zeggen. En daar komt hij natuurlijk Sylvie tegen. Ze had het er al even over. Want ja, zoon Damian, die voetbalt bij Ajax. Daar zie je Sylvie ineens langs de lijn staan. Een nieuwe ervaring is dat voor iedereen die van Ajax houdt. En zij is heel trots. En dat geldt ook voor Estefana, die hartstikke trots is. En het is een bijzonder gezin geworden. Vorig jaar vierden ze nog met z'n allen kerst. Nou, dat zit er nu weer aan te komen. Volgens haar. Sylvie is in ieder geval uitgenodigd. En dan hoort daar natuurlijk ook haar nieuwe man Wim Beelen bij. En we vroegen even naar Estefana's mening over hem. Nee, ik heb hem nog niet ontmoet. Raf wel. Ik heb hem nog niet ontmoet, maar die ga ik zeker ontmoeten binnenkort, neem ik aan. Ik bedoel, Sylvie en ik hebben prima contact. En ze is helemaal gelukkig. En dan zijn wij ook gelukkig. De grote vraag is natuurlijk of Sylvie en haar nieuwe lover aanschuiven aan de kersttafel. Daar hebben we nog geen plannen voor gemaakt, maar ze weet dat ze altijd welkom is. Dus dat zien we wel. Bij ons kan iedereen aanschuiven, bij ons is al open. Hup, de deur staat open. Dus we zien het wel. Nou, dan zien wij het ook.